De bank vinden we echt heel lastig. We hebben nu de klassieke opstelling van een drie-zits en een 2,5-zits. En dat willen we heel graag gaan vervangen, al jaren. Maar door welke bank we dat moeten vervangen, vinden we heel moeilijk. Gelukkig is daar Marianne. Zij is op de hoogte van de laatste trends op het gebied van designbanken. Een voorbeeld van een nieuwe designbank is deze, de Icon, ontworpen door Marieke Anderweg. Wat het leuke is aan deze bank is dat het bestaat uit verschillende modules die je aan elkaar kan koppelen. Rondom is hij bekleed, dus je kunt hem ook in het midden van de ruimte zetten. Wat ik ook heel opvallend vind aan deze bank, is dat hij als het ware in de basis horizontaal is van opzet. Je ziet ook echt, het is net een soort van roetjebaan. Maar met de elementen kan je dus eigenlijk je eigen speelse combinatie maken. En met speelsheid bedoel ik ook letterlijk speelsheid. Want ze hebben ook nog zo'n klein balletje in de collectie. Nou, daar scoor je wel een punt mee, toch? Jan te Lintelo is de ontwerper van de grote comfortabele bank, waar die al ruim 20 jaar wereldwijd succes mee oogst. Jan begon in 1993 en zijn kwaliteit zit hem vooral in hele grote banken. Hij werd in het begin heel erg tegengehouden. Men vond een lange, grote bank maar niks. Maar hij heeft het volgezet en inmiddels is hij wereldberoemd daarom. En wat heb je in gedachten voor Martijn en Desiree? Mooie kleur. En velour. Ja, dit vind ik wel een heel leuk idee. Verschillende kleuren stof op één bank. Maar Martijn en Desiree houden niet van deze kleuren. Dus het wordt echt een andere. Nou, dit vind ik eigenlijk wel een hele mooie bank. Heel fijn voor Martijn met zijn lange benen. En Desiree kan hier ook goed zitten. En het fijne van deze bank is door een paar kussens erachter je rug toe te voegen, zit je eigenlijk hartstikke goed rechtop. Alleen de kleur, daar twijfel ik over. Maar wel heel mooi.